Voor de tentoonstelling in het Stedelijk heb ik een prentenboek gemaakt naar aanleiding van het werk waar het over gaat, de parkiet en de zeemermin. Mijn titel is De parkiet, de zeemermin en de slak. En die slak is eruit gevallen. Op een gegeven moment heeft Matthijs gezegd, want hij bleef maar schuiven met al die dingen. Elke keer veranderde de compositie. Ja, dat is ook logisch, dat snap ik ook. Maar is die slak eruit gevallen? En ik wil eigenlijk nou niet vertellen waarom, want dat vind ik een beetje flauw. Ja, en hier heeft een of andere sukkel het raam open laten staan. En zo kwam hij bij mijn idee ook op het idee van die zeemermin. Was hij aan het knippen, die waaide zo uit zijn hand en die dwarrelde neer. Toen dacht hij, oh, dat lijkt wel een zeemermin, die laat ik zo. En dat is wel, zijn altijd je beste vondsten die door toeval ontstaan. Of door een soort van toeval. Toeval moet je dan wel herkennen. Je moet dan wel kijken op de grond en denken, oh, dat lijkt wel een zeemermin. Die moet niet denken, hij is mislukt of zo. Ik woon nu al wel heel lang in Amsterdam, maar ik kwam in Amsterdam naar de Rietveld. Ja, ik was echt heel verlegen. Maandagmiddag gingen we in Arten steken. Dat was fijn, was even rustig. Dan denk ik, die dieren, die zegt tenminste niks terug. En dan ging ik ook heel vaak naar het Stedelijk. Ging ik daar even zitten en dan... Toen was het nog altijd permanent tentoongesteld. De parkiet en de zeemermin in die mooie zaal met die eemstoelen. En dan kon je daar even rustig aan zitten. Je denkt, hè, is alles mooi en rustig en harmonieus. En die kleuren, ja, dan... Werd je wel weer vrolijk daarvan? Ja. Die parkiet waar het dan over gaat in dat boek, die is dan zo tot de essentie teruggebracht dat je denkt, is dit een parkiet? Ja, dat zie je echt precies. Hij is daar. Het is eigenlijk zo'n eenvoudige vorm, maar het luistert zo nauw. En dat is de kracht van en die vorm en van die kleur. Dat het hier deze... Die vorm, die hier die buiging en dan hier. En dat hier net één zo'n knikje in zit, dat het echt dat je denkt, ja, dit is een parkiet. Hoe eenvoudig kan het zijn? Het is echt zo geniaal. Die kleuren die zijn gewoon altijd heel mooi. Wat je ook maakt, het ziet er gewoon mooi uit. Heb ik hier toevallig zo'n restvorm, had ik iets uitgeknipt. En als je dat nou hier oplegt, dat je denkt, wauw, wat een kleurencombinaties. Alles wat je met die kleuren combineert, is allemaal naar mijn idee, is echt fantastisch. Uiteindelijk zegt hij zelf, ik beeldhouw in kleur. Dat knippen in die gekleurde papieren is voor hem tekenen en schilderen tegelijk. Ja, de outline doe je eigenlijk met de schaar. En het schilderen zit er al in die kleur. Dus dat is voor hem zo'n totaal hoogtepunt van... ja, nu heb ik gevonden waar ik eigenlijk naar zocht.